Het moet uiteindelijk op totale integriteit en transparantie en vastberadenheid aankomen. Jij wordt niet alleen gevraagd om een bepaalde rol te vervullen, maar je wordt ook gevraagd om door te gaan als de meesten zullen zeggen, joh, is het nog wel de moeite waard of hou je het wel vol? Dus ik denk dat wat dat vraagt is aan de ene kant een puurheid van overtuiging en motivatie en bereidheid om daar ook heel erg transparant over te communiceren. Daar mag geen enkel laagje vernis overheen zitten. Het moet gewoon zo rauw puur zijn als het is. Maar je moet ook nog een keer bereid zijn om door te gaan als heel veel tekenen wijzen op dit is wel pittig en weet je het zeker. Brutal honesty is de start van de echte verbetering en ook de enige manier waarop je je maximale performance kan halen. Ja, dat er een congruentie is tussen je gedrag en je motivatie. En dat je daar open en transparant over kan zijn en wil zijn. En dat je handelen dus klopt met wat je vindt. En dat mensen dat mogen zien en herkennen. Ik hoop dat ik daar in de buurt acteer. En ik hoop dat we dat ook weer de ruimte geven als een erkend model van leiders. Ik hoop dat ik weer kan helpen om die mensen te motiveren om nog weer verder te gaan met wat ze doen. En dus dat die authenticiteit ook de ruimte krijgt in de waardering. Dus ik vind die eerlijkheid eerder een heel prettig kompas. Die ook veel makkelijker bij het juiste aankomt dan dat je moet gaan managen om daaromheen te manoeuvreren. Dus voor mij is eerlijkheid de hoogste waarde. En het enige kompas op de juiste beslissingen. Ja, dus ook makkelijk, niet moeilijk.